staan hier voor een enorm groot pand, maar het aantal inwoners neemt af. Dit pand is van de zusters Franciscanessen van Veghel. De gemiddelde leeftijd is hier 88 jaar. En dat betekent dat ze dus op zoek moeten gaan om hun erfgoed en gedachtegoed en het pand over te dragen naar de volgende generatie. Wij gaan ontdekken hoe ze dat aanpakken. Mijn naam is Freek en dit is de Vikra-vlog. Zuster Gerda, waar zijn we precies? We zijn nu op het kerkhof waar al onze zusters die overleden zijn begraven liggen. Nou, wij zijn begonnen met het doel om de kwetsbaren in de maatschappij te helpen. De ziekenverzorging, met bejaardenzorg, met gehandicaptenzorg. In 2014 kwam het besef heel erg naar voren dat we als groep steeds kleiner werden. Veel zusters overleden. Daardoor kwam het inzicht van er moet iets gebeuren met onze lege gebouwen, met ons erfgoed. En toen Jasper van Deurze ons heel langzamerhand duidelijk heeft gemaakt van dat we een gedachtegoed, dat we iets door te geven hebben. Toen hebben wij zelf ook een bepaald proces doorgemaakt. We willen ons erfgoed, ons gedachtegoed doorgeven aan volgende generaties. Hoe ga je dat doen? Ja, door mensen te zoeken die het gedachtegoed en het erfgoed van de zusters op dezelfde manier als dat zij dat 175 jaar gedaan hebben. De mensen die hulp nodig hebben in de maatschappij, om die hier een plek te geven. En dat gaan we samen doen met Senso en ook echt samen. En dat is het unieke van ons project, denk ik, dat de zusters met hun traditie en hun waarden en normen het samen met de ontwikkelaar gaan doen en zorgen dat er hier plek komt en waar mensen zorg en aandacht hebben voor elkaar. Wat in de maatschappij echt nog wel steeds nodig is. Koen, jij bent projectontwikkelaar, je werkt bij Senso. Wat heeft jou getriggerd om met dit project te starten? Wij zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen van maatschappelijk vastgoed. Dus wij proberen verschillende soorten groepen, verschillende mensen bij elkaar te brengen. Zodat ze elkaar leren kennen, zodat ze voor elkaar kunnen zorgen. En dat ze de ruimtes dus veel efficiënter kunnen gebruiken. En ja, wij zijn getriggerd door dit gebouw, door deze locatie. Vanwege het verleden, de geschiedenis. Maar ook zeker wat de zusters hebben gedaan voor de gezondheidszorg. Voor het onderwijs, voor de omgeving. Hij is immens. Het is voor ons een eer dat we dat mogen doorzetten. Wat we nu hier ondertussen hebben ontwikkeld is een jeureboelbaan, een overdekte jeureboelbaan. Er komt een kinderdagverblijf voor kinderen met een bijzonder talent. Er komt op de eerste en tweede verdieping van het hoekgebouw komen jongvolwassenen te wonen met een autistisch spectrum. En zo gaan we tegeltje voor tegeltje gaan ontwikkelen. En dat moet resulteren in een woonlandschap voor eigenlijk voor alle mensen. Voor mensen met een beperking, maar ook mensen zonder beperking. Marieke, hoe zien de komende jaren er voor jullie uit? Nou, ik denk dat het nog wel hele drukke jaren gaan worden, want wat we hier gestart zijn, dat brengt natuurlijk wel een bergwerk mee. Maar daar zijn we niet bang voor. Daar hebben we in die 175 jaar dat de zusters dat werk al gedaan hebben, zijn ze daar ook niet bang voor geweest. En ik verwacht ook niet dat het allemaal vlekkeloos zal verlopen. We zullen best wel tegenslagen krijgen, maar ook dat hebben we meegemaakt. En daar hebben ze ook iedere keer weer hun veerkracht getoond en laten zien van, oh, daar kunnen we toch weer aan. En ik denk dat wij dat ook gaan beleven hier in dit gebied. En dan hoop ik dat uiteindelijk onze droom waar wordt en dat we dit gebied weer door kunnen geven aan de gemeenschap Veghel en aan mensen die het weer nodig hebben in de maatschappij. Dat we daarvoor kunnen zorgen. Je denkt dat sociale veerkracht iets is van deze tijd, iets heel moderns. Maar we hebben vandaag gezien dat het in ieder geval hier al 175 jaar bestaat. Deze mensen leven voor sociale veerkracht. Het lijkt erop dat ze nu een nieuwe manier hebben gevonden om hun erfgoed en gedachtegoed over te brengen naar de volgende generatie. En ik ben heel benieuwd hoe dat de komende jaren eruit gaat zien. Wil je meer weten over sociale veerkracht? Kijk dan op www.brabant.nl/sociale-veerkracht. En ben jij of ken jij een initiatief waarvan jij denkt dat wij er naartoe moeten gaan? Stuur dan een mailtje naar veerkrachtvlogger@brabant.nl. Ciao!